Trans-Amerika Supercenter aan de Adamoestraat in Paramaribo Noord heeft vandaag een grondige schoonmaakbeurt gekregen van het COVID-19 managementteam. De winkel is erg populair onder de Brazilianen in Suriname en is door het managementteam getypeerd als een hart van COVID-besmettingen. Dit is een van de redenen waarom het BOG ook in Paramaribo Noord drive- en walkthrough testen zal uitvoeren. Op die manier kunnen mogelijke besmette personen sneller worden opgespoord.